allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Tultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe was de Tilburgse kermis en hoe was de kermis in Uden? Tilburgse kermis was, wie kan er nou negatief zijn over de Tilburgse kermis? Ja, kan gewoon niet. Ik vond het weer een dikke plus. Ik heb hem toch wel op nummer 2 hoor, dit jaar. Ik denk dat hij wel dit jaar op nummer 2 komt hoor. De Tilburgse kermis, de superkermis in ieder geval. Ja, we krijgen Eindhoven natuurlijk nog, hè. Volgend weekend de kermis in Eindhoven. En daar gaan we zeker weten heen. Ik hoop met een hoop mensen, ik hoop het. Maar je kan er alles op verzinnen. Maar het is altijd maar weer de moment van de dag. En er zijn altijd weer squeakers die altijd weer zeggen van... Nou, ik kan niet, ik ga niet mee hoor. Hè. Dus we gaan gewoon het zien... En in ieder geval, gaan we weer naar de kermis in Eindhoven. Maar natuurlijk niet voordat we gepraat hebben over de Tilburgse kermis. Tilburgse kermis, fantastische kermis, grote kermis. Ruben Koet nog gezien, op de foto mee geweest. Fantastisch. Het was eindelijk na 2 jaar weer een gewone grote kermis. En ik heb me prima vermaakt. Ik heb echt een prima dag gehad. Ja, dat momentje van we zijn erachter. Daar hoort er eigenlijk een stukje hoorde daar nog voor. Hè. Want ik was aan het vloggen en ik voelde al de hele tijd iets druppelen bij mijn benen. En dat was ik dus aan het vertellen. En toen keek ik naar mijn tas. En toen was mijn tas helemaal zeiknat. Dat stukje dat stond er niet op. Dat, die camera die had weer problemen. Dus dat was wel even vervelend. Dat stukje hebben jullie gemist. Maar dat was dus inderdaad mijn tas. Maar genoeg over mijn tas en over negatieve zaken, positieve zaken. Ja, het was fantastisch. Eindelijk een keer met Ger en Ricardo. Ja, ik heb de vlogs natuurlijk alle 2 in première gehad. Het valt maar één ding, valt mij op. Het valt één ding, valt er bij mij op. Aan die vlog. En dat is... In Tilburg... heb ik nog een tijdje met Ricardo gelopen en zo. En het was gezellig. En met Ger gelopen. Alleen Ger staat bij Tilburg op de kermis, op de kermisvlog. Dan zie je alleen Ger. Nou, in Uden heb ik Ger helemaal niet gezien. En daar zie je nog een klein stukje Ricardo. Dus bij de ene vlog... Zie je Ricardo niet. En de andere vlog, daar zag ik Ger niet. Maar ik was toch echt op de Tilburgse kermis met Ricardo ook hoor. Dus dat momentje met die rupsbaan. Toen stond Ricardo naast me. Nou, toen was ik de attractie aan het filmen, dus dat kon je niet zien. Maar Tilburgse kermis, altijd een super kermis. Ik ben alweer, ik krijg alweer verlangen naar 2023, hoe dan de kermis eruit ziet. Er komen er nog een hele hoop. Dus ik hoop alweer op volgend jaar naar de Tilburgse kermis te gaan. Daar gaan we zeker weten, gaan we weer natuurlijk. Maar we krijgen eerst nog andere leuke kermissen. Natuurlijk Eindhoven en zo. Dus om de kermissen zelf hoef ik niet te trouwen. Want je weet het, bij ons is het elk weekend is het kermis. Dat is in ieder geval wel hartstikke leuk. Dan gaan we door naar Uden. Ja, Tilburg heb ik eigenlijk niet verder meer over te vertellen. Gewoon een topkermis. Momenteel op nummer 2 in mijn lijst. Want ik vond Tilburg echt heel erg tof. Uden. Ja, leuke kermis. Maar, jullie hebben het gezien. Weer een plein overgeslagen. Weer een plein overgeslagen. Uden. Jullie hebben een fantastische, leuke kermis. Een super kermis. Een top kermis. Doe bewijzering. Laat met bordjes weten waar de pleinen zijn. Want het is echt, het is zoeken. En wij hebben echt bijna de hele avond naar die derde plein lopen zoeken. Maar ik heb hem echt niet kunnen vinden. En ik heb toch echt, hebben wij, Ramon en ik hebben toch echt heel goed gekeken. Maar... hij was nergens te vinden. Hij was nergens te vinden. Dus volgende keer Uden, bewijzering. Dat is wel heel erg. In ieder geval maak bordjes om te laten zien van joh, daar is de kermis. En dat maakt het gewoon een stuk makkelijker.
om alle pleinen te vinden. Want je slaat dus heel snel in Uden, sla je een plein over. Vorig jaar was dat al zo. Toen was het ook een plein, was gewoon helemaal niet goed zichtbaar. En dit jaar hadden ze dus weer een plein wat niet zichtbaar was. En door dat plein, daar stond toevallig Ger. Ja, heb ik dus de hele avond Ger niet kunnen vinden. Voor de rest was het een topkermis. Hij was een stuk groter als vorig jaar. En ja, hij was fantastisch. Zelfs de breakdance die was er. Superleuk. Ik vond het echt super gaaf dat de breakdance er ook was. En ja, nog een paar lekkere showtjes meegenomen. 2 in de avond volgens mij. Dus ja, dat was gewoon fantastisch. Een hele grote, hoe heet dat, zo'n booster was er. Zo'n hele grote. Super, heel groot reuzenrad. Spookhuis. Ja, was gewoon fantastisch. Was gewoon een super kermis. Wat ik ook wel heel erg tof vond. Omdat het zo warm was. Dat, ja, ik vind dat gewoon fantastisch. De, ja, degene die de kermis organiseert. Die had dan zo'n soort poort had die gemaakt. En er kwam dus water uit. Echt, ja, een prima oplossing. Ik vond dat echt heel erg, ja... Dat vind ik dan wel weer een pluspunt. Ja, ik had natuurlijk een minpunt omdat de plein niet te vinden was. Maar dit maakt het wel weer goed. Ik vind het met heel erg warm weer. Vind ik dit echt een super uitkomst. Je kan lekker eronder blijven staan. Het is niet echt een douche. Het is echt ja, sproeierig water is het. Maar als het zo ontzettend warm is. Ja, een prima oplossing om er even lekker onder te staan. En eventjes lekker een beetje afkoeling nemen. Want het was echt wel weer ontzettend warm was het weer. Ja, top. Helemaal super in ieder geval. Nou, dit was de vlog voor vandaag. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik spreek jullie allemaal. Groeten van deze kant en tot de volgende. Bye bye. Hoi.